We zijn vandaag in Laren. Slechts 27% van de inwoners hier is miljonair. En 8,5% verhuurt een pandje. Huisjesmelk. 8,5% van de mensen die hier woont, die melkt huisjes. Ja, dat heb ik zelf ook gedaan. Maar wat als we dat nou een keertje afpakken? Ja, dat mag nou, want ik heb ze niet meer. Maar u heeft nog wel het geld? Dat heb ik zeker. En als we dat dan een keer afpakken? Ja, maar dat gaat moeilijk, joh. Waarom? Ik heb er hard voor gewerkt. Ja, wij ook. Ja, maar jullie zijn nog hartstikke jong. Maar die huurders, die betaalden elke maand 1/3, 2/3 van hun inkomen. Dat waren toch de echte werkers? Heerlijk, ja. Ja, nou ja, dat is pech, ja. Ja, dus eigenlijk zou het best wel rechtvaardig zijn als die een soort clubje zouden vormen om uw shit af te pakken. Ja, als ze dat, maar dan moeten ze altijd nog proberen natuurlijk. Dan moeten ze altijd nog langs me heen. Daar zijn we nu mee bezig. Ja, nou, ga je gang, jongen. Doe je best. Maar het hele punt met huisjesmelkers is toch juist dat het een heel goed voorbeeld is van mensen die eigenlijk geen reet doen, maar wel het geld incasseren? Nee, zo kun je dat niet zien. Nou, dat doe ik wel. U denkt Prins Bernhard Junior, die staat elke maandagochtend op om naar de bouwplaats te gaan? Ik denk nooit aan Prins Bernhard. Er zijn mensen die te veel verdienen. En die wonen in Laren? Och, dat weet ik niet. Momenteel, joh. Er zijn mannetjes hier en vrouwen misschien ook wel. Die hebben een miljoentje per maand of zo. Dat gebeurt. Meneer, u maakt zich zorgen over de kloof tussen arm en rijk. Nee hoor. U maakt zich zorgen over de kloof tussen arm en rijk. Nee, ik niet. Wat is uw boodschap aan de jonge communist die zich momenteel organiseert om u te onteigenen? Doe je best en probeer het. Allemaal, ieder zijn kans. En als het lukt, ja, dan hebben ze geluk. Als het niet lukt, hebben ze geen geluk. Denkt u dat de arbeidersklasse ooit in opstand gaat komen? Er is een kans dat gaat gebeuren. Bent u ook bang dat de arbeidersklasse in opstand komt? Nou, dat zou ik niet gek vinden als ze dat zouden doen. Bent u bang dat de mensen in opstand komen? Nou, ik zou het zo vertellen, als ik zo arm was, dan kwam ik in opstand. Bent u bang dat de arbeidersklasse in opstand komt? Nou, was maar waar. Dat moet gebeuren. Maar het rare is dat de arbeiders dan nog steeds op de VVD stemmen. De staken bij Albert Heijn heeft als motief, wij hebben te weinig en de top te veel. Dat is een goeie. Tegenwoordig draait alles om geld. Tegenwoordig verkopen ze de grootmoeder per ons als ze nog wat opbrengt. Mij betreft mogen ze Albert Heijn helemaal plat staken. Die Mulder, die CEO van Albert Heijn, die krijgt 6,5 miljoen afgelopen jaar. Per jaar. En dan zijn personeel is die nog te bedonderd dat hij ze een verhoging geeft van 10%. Nou, moeten we dat normaal vinden? Wat is uw boodschap aan de stakers? Doorgaan staken. Net zolang dat Albert Heijn helemaal op de knieën ligt. Wat mij betreft zijn die schappen leeg. Ik ga wel ergens anders heen in de tussentijd. Is u eigenlijk? Left Laser, we zijn een communistisch TikTok-kanaal. Oh, ja. Daar voel ik helemaal niks voor. Daar voel ik helemaal niks mee. Vind ik vreemd. Wij proberen de massa's te mobiliseren tegen de inwoners van Laren. Nou, dan wens ik je veel succes. Toch? Ik denk dat het gaat lukken. En wat zijn onze obstakels? Wat zijn uw beste verdedigingslinies? Nou, vechten. Ja, vechten. Gewoon fysiek? Fysiek, gewoon vol erin. Denkt u dat ik zou winnen? Ja, dat denk ik wel. Jij bent jonger. Ja, dat denk ik ook. Ja, maar ja. Jij doet dat niet. Hey. Nou, jij doet dat niet. Als ik voor een pandje wil ik best... Ja, maar die heb ik niet meer. Ja, maar misschien wel het equivalent van gewoon een mooi beginnerspand. Dat we dan gewoon hier even... Hier, ja. Ja, maar dan moet je echt... Ik heb 49 jaar geknokt ervoor om te werken. Ja. Dag, ja, maar dat kunnen we nu in 5 minuten dus... Ja, dat anders. Ja, nou. Ja, ik zou wel zo'n pandje willen pakken, hoor. Ja, ik ook. Ja, weet je wat ik doe? Ik ga kijken of ik er een kan pakken nu.